Hallo iedereen. In deze video gaan we kijken naar het woordje vergeten. Is het nu ik ben vergeten of ik heb vergeten? Het is een veelgemaakte fout en het verschil tussen hebben en zijn is heel klein. Dus hoe gebruik je nu vergeten? Het verschil? Er is een subtiel betekenisverschil tussen iets vergeten hebben en iets vergeten zijn. Ik ben iets vergeten. Als je iets vergeten bent, dan weet je het niet meer. Ik ben zijn naam vergeten. Ik weet zijn naam niet meer, ik kan het me niet herinneren. Wordt vervoegd met zijn, vergeten zijn. Ik ben zijn naam vergeten. Ik heb mijn telefoon thuis vergeten. Vervoegd met hebben, nooit met zijn. Ik heb mijn telefoon thuis vergeten. Ik heb mijn boek in de bibliotheek vergeten. Ik heb mijn sleutels op kantoor vergeten. Met hebben. Iets vergeten te zeggen? Je hebt er niet aan gedacht. Hier zijn beiden mogelijk. Ik heb vergeten te zeggen dat ik geen vis lust. Ik ben vergeten te zeggen dat ik geen vis lust. Ik ben alle Nederlandse woorden vergeten. Alleen met zijn. Ik ben alles vergeten. Ze had te veel wijn gedronken, maar is niets vergeten van wat er gebeurd is. Alleen met zijn. Het woordje is. Ze is. We gaan geen twee keer ze hier zetten, want we weten dat het over ze gaat. Dus we gaan dat geen twee keer gebruiken. We gaan dat hier niet herhalen. Maar de betekenis is dus, ze had te veel wijn gedronken, maar ze is niets vergeten van wat er gebeurd is. Maar we zetten geen twee keer zo. Zo, ze had te veel wijn gedronken, maar is niets vergeten van wat er gebeurd is. Is komt van zijn, derde persoon enkelvoud. Is. Ik hoop dat dit een beetje duidelijk is voor jullie. Bekijk de video een paar keer opnieuw, totdat je echt goed begrijpt wanneer je gebruikt ik heb vergeten en ik ben vergeten. Bedankt voor het kijken. Ben je niet vergeten te liken en te abonneren? Graag tot ziens in mijn volgende video.